Deze maanden praten we heel veel over Turkije. We hebben Turkije nodig omdat Turkije een belangrijke rol speelt bij de opvang van vluchtelingen uit Syrië, Irak en andere probleemgebieden in de regio. Aan de andere kant heeft Turkije Europa erg nodig voor financiële steun bij die opvang, maar ook voor gesprekken over toetreding tot de Europese Unie. Een traject dat al heel erg lang loopt en dat waarschijnlijk nog steeds heel lang zal lopen in de toekomst. Nou heeft Turkije een afspraak gemaakt met de leiders van de Europese Unie om aan de ene kant een flinke zak met centen te krijgen om die opvang op een verantwoorde manier gestalte te doen geven. En aan de andere kant heeft Turkije de afspraak gemaakt om voor iedere vluchteling die wordt teruggenomen, die illegaal naar Europa gaat, er eentje legaal naar Europa te kunnen sturen. En dat moet dan gaan om schrijnende gevallen, niet om gelukszoekers. Dat lijkt op papier een hele mooie afspraak. Eén voor één en hulp bij opvang. De praktijk zal echter een stuk weer barstiger zijn. Om te beginnen verwacht ik dat dat één op één dat dat in de praktijk niet uit zal komen. Al was het alleen al maar omdat het niet tegen te houden is dat vluchtelingen die in Turkije geen perspectief zien, zelf ervoor zullen kiezen om al dan niet met mensensmokkelaars richting Griekenland of andere delen van de Europese Unie te reizen. Turkije zal dat niet tegen kunnen houden en ook de schepen op het water zullen dat niet 100% kunnen stoppen. Dus van dat één op één zal niet zo heel veel terechtkomen als we alleen al naar Turkije kijken. Maar zeker wanneer we naar andere landen in de regio kijken, moeten we er rekening mee houden dat vluchtelingen naar Europa zullen blijven komen. En het is dan ook veel verstandiger om te zorgen dat de bron van alle ellende, de oorlog in Syrië, de oorlog in Irak, de strijd in Libië. De oneenigheid tussen grote groepen religieuze mensen in die landen, dat die strijd wordt beëindigd. En dat kan weer alleen wanneer de grote spelers op de achtergrond Rusland, Amerika, Iran, Turkije zelf en ook Europa bereid zijn om zelf de wapens te laten zwijgen. Dat betekent dat ook Nederland moet stoppen met het bombarderen in Irak met het bombarderen in Syrië en mee moet werken aan een echte oplossing die van kan voorkomen dat vluchtelingen via Turkije, via bootjes uit andere landen naar Europa komen. Alleen op die manier kan er een duurzame oplossing komen voor dit conflict en kan er een einde komen aan de ellende van deze mensen die uit nood geboren, wanhopig gebruik maken van de diensten van mensensmokkelaars. De beelden daarvan kennen we: kinderen Vrouwen en mannen die omkomen op zee en aanspoelen. Vreselijke beelden. Daar kan alleen een einde aan komen als wij ook zorgen dat er echt een staakt het vuren, echt een einde aan het geweld komt in Irak en Syrië. En daar moeten we voor pleiten.